Hi, mijn naam is Tamara Hagenbeek en ik heb een vraagje. Worden veel dieren gecreëerd? Ja, al sinds mensenheugenis worden honden, koeien en kippen gefokt. Alleen dankzij fokken zijn er zoveel verschillende rassen, met nog meer specifieke eigenschappen. In tegenstelling tot gecreëerde dieren, komen originele dieren over de voor en hebben meerdere voedselbronnen. Ze hebben geen menselijke hulp nodig om te overleven, doordat ze zichzelf kunnen verdedigen, dan wel door te vluchten. En ze hebben zeker geen assistentie bij voortplanting nodig. Dit geldt niet voor de panda, koala, pinguïn, tijger en nog vele andere dieren. Als je een kaartje koopt, kun je deze gecreëerde dieren bezichtigen in dierentuinen, stallen en natuurreservaten. Mocht er weer een Tasmaanse tijger worden gespot, dan is er dus gewoon weer even eentje gefokt. Tot volgende vraagje. Doei!